Voor de 10e keer veranderde het buitengebied van Nieuw-Wehl in een crossbaan voor bulderende trekkers. Hoewel het evenement groeit en inmiddels een kleine 90 deelnemers heeft, blijft de Trekker Trek met onder meer kinderattracties richten op vertier voor jong en oud. Het mooiste is eigenlijk dat het in de loop der jaren er niet eens heel veel veranderd is. Het eerste jaar is het best wel goed geslaagd en je gaat wel dingen professioneler maken en er komen wat dingen bij. Maar eigenlijk in de kern is het altijd het evenement eigenlijk de afgelopen 10 jaar hetzelfde gebleven. Wat is er zo mooi aan Trekker Trek? Je ziet het wel, hè? De rook, de trekken, de sfeer eromheen, alles is mooi. Ja, het is gewoon een dagje uit voor ons, hè? Ja, gezelligheid onder elkaar. Af en keer elkaar troef afsteken, af en toe. Ja, hoort er gewoon bij. Gezelligheid, het belangrijkste. Is het ook de kracht van het evenement? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het wordt als gezellig en knus ervaren. Het is een klein, compact terrein. Dus iedereen komt elkaar tegen. Het is eigenlijk een soort van een reuniesfeer is het eigenlijk vaak. Heb je nog bepaalde tactiek toegepast op de baan? Nee, niet echt. Gewoon gas geven. Hey broer! Ja, nee, gaat goed. Dat bedoel ik, de gezelligheid onder elkaar. En we gunnen elkaar wel wat. Ja. Nee, het blijft gewoon een gezellige buurt. Buurtfeest, laat me zo zeggen. En de komende jaren hebben jullie ambities als organisatie of gaan jullie gewoon dezelfde voet door? Nou, misschien wel wat met meer bands of vooral meer kinderattracties, daar moeten we naar kijken. En wellicht nog een keer wat anders op de baan.